Hey, hoe, eh, hoe vond je de eh, plannen rondom stikstof, die ze nu hebben gepresenteerd? Ja, je hebt altijd het gevoel ja, die plannen moeten gemaakt worden, die plannen moeten gepresenteerd worden. Sterker nog, er moet tenslotte werkelijk iets aan gedaan worden in plaats van eindeloos, doorzijkend gelul dat we er iets aan moeten doen. En dan is het. het, het, het ik heb altijd de indruk, ik heb het niet al in detail bestudeerd dat het allemaal zo klunzig gaat. Dat, 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 dat het niet, niet handig, verstandig en goed wordt aangepakt. Ja, we krijgen nu een transitiejaar. Hè? Dat is niet dit jaar, maar dat is volgend jaar. Ja, transitiejaar. En dat, dat hoeven we ook, ook 2030 nou ja, niet al te serieus. 2040 is ook goed. En, nou ja. Zo zakkert en ettert dit probleem voort. En waarom? Omdat we het 30, 40 jaar geleden hadden moeten aanpakken. Ja. En nu zitten we met de gebakken peren natuurlijk. En nu wordt het weer vooruitgeschoven, omdat ja. ze het ook niet eens worden natuurlijk. Ja, het is diep treurig. Dus het probleem wordt naar een nieuwe, ja, misschien wel een nieuw kabinet geschoven? Ja, en je weet, vooruitschuiven is een meesterlijke manier om problemen op te lossen. Uh, die jij dus niet oplost, maar die je in feite aan iemand anders doorgeeft. Ja. Maar ja, goed, het is ...die al... met een nog groter probleem komt te zitten. Ja, en dat is al zo vaak is het uh, doorgeschoven. Ja, het, is, het, is, het, is, het is beleidsmatige incompetentie op hoog niveau. Ja, maar je zou toch ook zeggen... ...Brussel moet op een gegeven moment zeggen... ...ja Rutte, nu moet je echt iets gaan doen. Ja, ja, dat zou Brussel misschien moeten doen. Ik weet niet wat de mogelijkheden voor Brussel zijn... ...om ons te dwingen om deze zaken aan te pakken. Het is natuurlijk een betrekkelijk uniek probleem... ...omdat wij een, een extreem intensieve landbouwsector hebben... ...in een piepklein land... Dus ja, uh, wij staan hier wel met de billen bloot. Ja, en je bent toch ook uh, met besturen om moeilijke keuzes te maken die niet populair zijn bij het grote publiek, maar wel nodig zijn? Nou, het gekke is dat ze, ze hebben allerlei keuzes gemaakt die uiteindelijk verdomd slecht hebben uitgepakt. Uh, hadden ze die maar niet gemaakt bij je gehecht, keuzes die ze hadden moeten maken, hebben ze niet gemaakt. Ja. Je, oh jeetje zeg. Ik ja, het blikje mijn, is heel vol. In mijn, in mijn opwinding knoei ik mezelf onder. Het ja, prikkelend, druisend water. Het ruist gewoon water, dus zo erg ja, ja. is het nou ook weer niet. Maar toch. Eh... Kijk, er komen natuurlijk weer verkiezingen aan, dus uh, ze voelen de al hangen. Als we nu dit gaan doen, dan worden we helemaal afgerekend. Omdat het provinciale verkiezingen zijn ja. en, en de regering in zijn oneindige wijze heeft besloten dat zij het niet gaan uitvoeren omdat de provincies dat moeten doen. Ja, dus dan, dan voel je al aan, we tillen het over die verkiezingen heen en uh, dan nog niet wordt er een beslissing gemaakt. Dus het is allemaal wel wat lafjes wat er nu gedaan wordt, toch? Sowieso vind ik dat we in de laatste jaren niet erg effectief bestuurd zijn. Ja. ja. Verkeerde keuzes. Keuzes die gemaakt zijn, daar worden niet geëffectueerd. Uh, allerlei. Dingen die ze gedaan hebben en die volledig verkeerd hebben uitgepakt, etteren ook jaren en jaren en jaren door. Ja, dat is eigenlijk vrij treurig. Hmm. Je begrijpt altijd wel waarom het zo is en dat het natuurlijk wel handig is om dingen maar wat op te schuiven. En, nou ja, zolang er eindeloos geluld wordt in al die talkshows, niet waar? Ja, die, wat natuurlijk ook niet zo oplevert, dat begrijp je ook wel. Eh, vinden we het wel goed eigenlijk. Ja. Wat zou jou beter lijken? Dat, dat er gewoon gedwongen wordt, van tegen boeren wordt gezegd... alsjeblieft, hier heb je een zak met geld, stop er maar mee? Nou ja, dit, dit, dit klinkt een beetje alsof er een, een peloton soldaat... het derve opmacheert met machinegeweren <laughs> en zegt van... ja, het is... Uh, of je doet het nu meteen of je schiet in je dood, inclusief al het vee. Nee, dat lijkt me, het moet binnen de kaders van, van de rechtsstaat... dient het uitgewerkt te worden en tot nu toe... Is een van de meest opvallende dingen hoe slecht het allemaal gepresenteerd wordt. Hoe onmaatdenkend Dat je denkt: wie, wie verzinnen deze onzin? Is nou niemand die zegt: jongens, denk maar nou om. dit dient op een fatsoenlijke, overtuigende wijze aangeboden te worden. Mm -hmm. En dat gebeurt nu niet, vind jij? Nee, mijn indruk is dat dat niet gebeurt. Nee. Ook niet met de nieuwe plannen die gepresenteerd zijn, laten ze die nou eerst eens uitvoeren. Wat dacht je daarvan? Ja, ja maar dat duurt dus nog eventjes. Ja, gebeurt. alles duurt en duurt en duurt en duurt en duurt. Ja. Dus uiteindelijk komen we niet verder. Ik vraag me wel eens af: hadden we Remkes niet iets langer hier uh, zich tegenaan moeten laten ja, bemoeien? Ik heb al eerder voorgesteld, nietwaar? Je had, je had in, in het oude Rome, daar had je tijdelijk benoemde dictators. Die, die stopten ook altijd als het de nood weer van, weer van de deur is, dan verstopten ze ermee. En dan gingen ze weer terug naar de boerderij. En misschien is dat toch een, een soort oplossing, dat je. Dat je tijdelijk iemand benoemt, niet, niet om, omdat we... Ja, om knopen door te haken. Ja, dat kan heel ja, dat goed. Dat dat, dat dat geëtter, om dat op een of andere manier te stoppen. Ja, wat je ook veel hoort is dat boeren in een identiteitscrisis terechtkomen... Hè, als ze moeten stoppen, want ze zijn hun leven lang boer geweest... en opeens ja, ben je geen boer meer, ja, en okay. wat dan? Maar ik ben ook, ook het, het idee dat, dat die boeren niet waren in een soort, soort van... Middeleeuwse gezelligheid leefde en, en niets dan een geluk van het, van het veld haalde. Kom op, het zijn moderne bedrijven die, die, die modern gefinancierd worden. De, 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 hoe heet het? de agrarische industrie die, die speelt ook een rol in dit, in dit hele proces van afhouden en treuzelarij. Dus we moeten het ook niet al te veel romantiseren, lijkt mij. Maar misschien moeten we de boeren een beetje helpen om een, nieuwe, nieuwe, ja, een nieuw bestaan op te bouwen. Nou ja, verder prima, maar ja, waar, moet je geld, waar moet je dat doen in Nederland? Dat is het probleem. Nee, maar goed, ze kunnen natuurlijk wel uh, met behulp van misschien... Kijk, als je in principe in, in Frankrijk woont, uh, daar kun je nog wel eens ergens een nieuw bedrijf beginnen. Of een gewoon bestaand bedrijf uitbreiden. Of in Rusland en in de Oekraïne. Ja. Maar ja, het zijn wel Nederlanders die in de Oekraïne zijn gaan boeren, maar ik begreep dat dat slecht was afgelopen. Nee, ja, maar ze kunnen toch ook iets anders dat gaan doen? Als je daar meteen bedreigd wordt als het goed gaat.